Rosti Achente en Zakaria Labiat zijn inmiddels weer terug in Arnhem. Vorige week waren beide Vitessenaren opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. Ze speelden daar twee wedstrijden tegen Benin en Zimbabwe. Voor Achente betekende de wedstrijd tegen Benin zijn debuut. En dus een moment om nooit te vergeten. Ja, het mooiste wat het is, het volkslied is heel erg mooi. Als je dan 10.000 mensen dit volkslied meezingen met ons, dat geeft je kippenvel. En dan, het is prachtig en een goed leermoment geweest voor me. Ja, Zakaria, voor jou was het bekend. Was het voor jou extra wel bijzonder omdat Roshan zijn debuut maakte? Ja, natuurlijk. Dat geef je wel zo'n jongen die de afgelopen week zeker goed presteert bij Vitesse. En dat hij dan wordt opgeroepen en een minuut te maken bij het Marokkaanse elftal. Dat is een goede vriend van mij en dat is natuurlijk wel mooi om te zien. En neem je dan ook een beetje op sleeptouw in die week? Ja, goed. Het was voor mij ook allemaal wennen. Nieuwe trainen. Maar natuurlijk, we sliepen bij elkaar op de kamer en we waren constant met elkaar. Dus dat maakte wel wat makkelijker. Zoals gezegd speelde Marokko twee wedstrijden tegen Benin en Zimbabwe, het land van Marvelous Nakamba. Overigens was Nakamba er niet bij omdat hij problemen had met zijn papieren. De eerste wedstrijd speelden we tegen Benin. Grote kerels, echte Afrikanen. Die geen verstand hebben van voetbal, maar wel verstand hebben van hard werken en gekke tackles zetten. Maar goed, het was een goede pot van ons. We wonnen met 6-1. Labiat had 2 assists, Zakaria. Ik was de laatste 10 minuten nog ingevallen. Mijn debuut. Mijn mooi debuut. 6-1 gewonnen en 10 minuten meegepakt. Tweede wedstrijd? Speelden we tegen Zimbabwe. We waren Marvelous aan het zoeken, maar die konden we helaas niet vinden. Het was een moeilijke wedstrijd. Terwijl we dachten van dat het tegen Zimbabwe wat makkelijker zou worden. Maar helaas niet. Maar gelukkig hebben we met 2-1 gewonnen. Aan een terechte uitslag. En hebben het publiek vermaakt. En zijn we met 6 punten terug naar huis gekregen. Ja, wat Marvelous, normaal gesproken doet hij mee met Zimbabwe. Maar nu was er iets met zijn visum of zo, toch? Ja, klopt. We hadden vandaag net nog in de kleedkamer gevraagd. En natuurlijk ook aan zijn teamgenoten toen op het veld. En die gaven aan dat iets niet klopte met zijn papieren en nog 2 anderen volgens mij. Dus dat was wel even jammer. Hij had graag met hem een shirtje geruild. Maar... Of een tackle gegeven. Dat sowieso. Ja. Hey, dan iets anders. Hoe is het met jouw blessure? Ja, goed. Ik ben gewoon fit. Ik heb minuten gemaakt en ik voel me weer topfit. Conditioneel ook. Overigens kwam er ook slecht nieuws uit Marokko, want het land werd vorige week geschorst door de Afrikaanse voetbalbond. Omdat ze weigerden de Afrika Cup te organiseren, die over zo'n 2 maanden begint. De reden is dat ze bang zijn voor een eventuele uitbraak van het ebola-virus. Achente en Labiat vinden het erg jammer dat hun land is uitgesloten. Ja, sneu, balen, want dat gaan we niet meer meemaken. Dat er in ons eigen land, dat er een Afrika Cup komt in ons eigen land. Marokko was er klaar voor. Want aan de stadions lag het niet aan. Aan de sfeer lag het ook niet aan. Aan de mensen ook niet. Aan de organisatie ook niet. En ze waren bang voor de ziekte, helaas, ebola. En we balen wel, maar we begrijpen de punt wel van Marokko. Dat ze het niet willen. En dat moeten we accepteren. Maar helaas, een schorsing voor 4 jaar, had ik gelezen. Wat balen. Maar goed, we accepteren het wel en we begrijpen het punt wel.